In ons kader van de Funky Saturdays hebben we vandaag de eerste wildbreidag Lommel onder de wol. En we hebben dus eigenlijk aan alle creatievelingen in Lommel gevraagd om bepaalde voorwerpen in de stad in de wol te steken. Hè. Ik denk dat er ongeveer een 60-tal mensen meegebreien hebben een paar maanden aan een stuk. Dus die hebben een portie handwerk dit seizoen wel gehad. Het breien is al voor vele lang geleden en dat was weer eens iets nieuws. En dat wouden ze dan graag doen. Ik ben bijna dagelijks aan het breien en als ik tv kijk, brei ik ook. Dat is zo een must geworden, maar ik doe dat al heel veel jaren. Het is super, super gelukt. Want we hebben meer dan 30 kilometer breidraad gebruikt. Er waren mensen bij die zeiden, wij breien nooit of nooit of nooit niet meer. En die hebben allemaal aan de gang gekregen, zijn allemaal terug in breien geschoten. En ze kunnen zelfs niet meer stoppen, want ze nemen het breiwerk mee naar hun kamer. En daar zitten ze ook altijd te breien. Naar het klein politiebak. Ja, daar heeft Roger gemaakt. Dat en dan moet ergens tussen de bomen. En hij heeft er heel veel werk aan gehad, want er was een heel klein politiemannetje. En hij heeft er veel werk aan gehad om dat mooi recht te krijgen. En dan zie je, daar hangt het, zeg. Mooi, hè? Wat is leuk. Mooi. We laten de breisels zo lang mogelijk hangen. We hopen dat de mensen met respect naar de voorwerpen zullen kijken en dat we ze tot na de feestdagen ongeveer kunnen laten hangen. Heel fier. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.